Inspiratie is voor mij energie met elkaar krijgen om alle merken die we hier bij Weekblad Pers Media hebben tot een groot succes te maken in de toekomst. Luisteren naar andere mensen, naar hun ideeën, naar hun opvattingen, naar hun creativiteit. Energie, ontwikkeling, verder gaan. Geprikkeld worden en dat ook letterlijk kunnen meenemen naar je titel toe. Het is goed, denk ik, om af en toe eventjes uit je normale doen gehaald te worden. Achter je bureau vandaan, om eens met een meer afstand te kijken naar de dingen die je doet. 2 jaar geleden heb ik het voor het eerst gedaan. Gewoon iets te organiseren waardoor meer betrokkenheid konden krijgen binnen het bedrijf. En mensen inderdaad letterlijk inspireren. En gewoon even los van het dagelijkse werk en stress. Ik heb deze week een aantal workshops gevolgd. En gisteravond nog een denktank sessie met een uitdagend probleem. En wat mij ontzettend aanspreekt is de toewijding die er bij mensen zit. De creativiteit, het luisteren naar elkaar. En kijken hoe je dingen ook echt kunt verbeteren, anders kunt doen. Zo, vol programma. 2 uur hebben we de tijd. En ik heb besloten dat ik jullie echt ga volstaan met een heleboel informatie. Want volgens mij kunnen jullie dat allemaal. Een zaal die volgens mij heel enthousiast was en ook volgens mij al bruiste van inspiratie van alle vorige sessies, want ik zag al alle radertjes in de hoofd een beetje malen, dus volgens mij was het heel erg leuk. Als je bladen maakt en als je zelf ook mensen wil inspireren, moet je dat gevoel bij jezelf natuurlijk ook opwekken. Dus ik zou zeggen, doe dit minimaal 1 keer in de 3 maanden. Als je een voetbaltrap, dan gaat hij er ook echt heen, en als je een strandbal trapt, dan gaat hij de lucht in en meestal als je tegenwind, dan zit hij. Even afstand nemen, even kijken van wat kunnen we nog meer doen dan de dingen die waar we dagelijks mee bezig zijn. Ja, dat is wat ik hoop dat er gebeurd is afgelopen week. Ik ben een grote enthousiasteling. Ik zeg het ook steeds tegen de PNO-dames van ga zo door, dit is zo ontzettend leuk. Het doet zoveel, het zet je echt aan het denken. Ik vind het erg leuk. Ik vind het heel prettig om... je kan heel snel heel veel van leren. Ik denk dat dat voor mij ook wel... erg in mijn voordeel is. Dus.